2015 zei je, nu is het aan andere mensen. Maar we zijn 2 jaar later en hier zijn we weer. Ja, oké. Okay. Het toeval bestaat niet, maar in dit geval wel. 8 maanden geleden was ik in Keulen een concert in bezoek en liep tegen deze Londense band aan Desperate Journalist. Die zojuist daarnet hebben afgesloten. En ze zeiden van we krijgen geen voet aan de grond in Nederland. Toen zei ik, nou ja, weet je wat, dan wil ik die uitdaging wel aangaan. En misschien nog een keer een concert organiseren. Nou, het is uit de hand gelopen. Vanavond 5 bands hier in de reunie. Ruim 250 mensen binnen. Ja, dit is top. De problemen of uitdagingen van het organiseren van Geleend Calling, ja, zijn die deze keer anders aangepakt? Nee, ze zijn precies hetzelfde. De administratieve last is een doorn in mijn oog. We hebben sinds hele lange tijd ook weer voor beveiliging moeten zorgen vanavond. En dat is prima, want we willen een veilig concert aanbieden, maar het kost wel veel geld. En ik mag gerust zeggen dat je 50 tickets moet verkopen om alleen al de beveiliging terug te verdienen. Het zijn prima jongens, maar in deze tijd heb je beveiliging nodig. En, maar hetzelfde, de BTW, de Buma Stemra, alles is er nog steeds. En particulier initiatief is dan niet makkelijk. Nu een setup voor Podium Volt wordt ondergebracht bij de domeinen, is dat voor Geleen niet weer een nieuwe kans om een alternatief nieuw poppodium op te bouwen? Nou, kijk, nee hoor, dat heb ik al eens eerder gezegd. Het kan allemaal prima naast elkaar bestaan. Volt, ja, prima poppodium, ik kom er vaker. Maar ik vind ook dat ze recht hebben op een stukje zelfstandigheid. Om vooral om te bewijzen dat ze het kunnen. Dat kun je alleen maar door zelfstandigheid. Ik kan niet ontkennen dat hier in Geleen hier gebeuren mooie dingen. Dat weet iedereen met Mama's Bride en Podiumvrees. Maar dat geldt zeker voor zo'n avond als vanavond. Geleen heeft historie en zit er niet. Dat is wel een hele krasse uitspraak. Ja, dat bedoel, dat heb ik niet uitgevonden. Maar Geleen heeft gewoon de historie als je kijkt naar Pinkpop. En kijk, iedereen denkt daar aan terug. En ja, ik vind het zelf ook persoonlijk jammer dat Pinkpop meer in de Parkstad-omgeving zoekt en minder in Geleen. Ik heb hoge verwachtingen van de Haanhof. Dat daar uiteindelijk mooie dingen kunnen gebeuren. Met 1400 mensen kun je daar ook mooie concerten organiseren. Ja, ik zou bijna tegen Pinkpop zeggen, kom op, het hoort hier thuis. Maar we hebben een schitterend poppodium in Sittard. We hebben met de Pitpool Theater en de Carousel Theater, maar vooral hier met de Reunie, hebben we prima poppodia. En het wordt tijd dat we dat trots gaan uitdragen. Maastricht is heel goed bezig, Heerlen is heel goed bezig, maar het wordt tijd dat popmuziek terugkomt naar Sittard Geleen. In 2018 bestaan we 10 jaar. En het zou natuurlijk raar zijn als we er niks aan doen. Het zou raar zijn als we vanavond zouden zeggen, leuk, we hadden een band uit Londen, we hadden een band uit Brussel, we hadden Italianen. En dan zou ik nu moeten zeggen, we stoppen in dat 10e jaar. Dat kan niet. Popstad Sittard Geleen leeft.